kijkers van Roosie's Wereld. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Het is een keer iets anders wat ik doe. Het is ook iets wat heel veel mensen niet doen. Het is ook gelijk een nieuwe serie. Het heet... Moet ik even opspieken op mijn blaadje ook de serie gaan noemen. Want het is de eerste aflevering die ik ga doen. Sekspraat. In deze afleveringen ga ik seks bespreekbaar maken. Want... Wij mensen die zijn niet gewend om over seks te praten in het openbaar. Dat maakt niet uit, want dat hebben wij van nature niet geleerd. Want het is toch best wel heel ultiem. Daar gaat ook deze eerste aflevering over. Praten over seks. En hoe je dat het beste kan doen als je een relatie hebt. Daarom heb ik een paar puntjes opgeschreven, niet heel veel, het is echt heel weinig. En ik heb hier ook nog een website open liggen voor mijn neus, voor de punten. En ik heb niet, ja, ik lees ook een paar kleine dingetjes voor hoor jongens. Dan beginnen we bij veilige en intieme sfeer. Je moet gewoon zorgen... Dat je een veilige omgeving zit. Dat jullie goed voelen in de omgeving waar jullie zitten. En maak het een beetje romantisch. Vinden jullie allebei wel leuk om dat erin te zijn. Een beetje romantisch mag. Maak het een beetje sfeervol, romantisch, intiem. Mag het ook best zijn. Maar jullie moeten er samen goed bij voelen. Als dat zo is, dan kunnen jullie samen gaan praten over dingen. Als jullie dan die sfeer hebben en jullie voelen jullie fijn en het gebeurt dat jullie praten over seks. Daar gaat deze video natuurlijk over, om te leren om te praten over seks. Vraag dan gewoon dingen. En als je het niet begrijpt, zeg het dan dat je het niet snapt of niet begrijpt het antwoord of de vraag. Dan mag je best zeggen. Want dan wordt, wordt het nog een keer gezegd en dan misschien duidelijker voor jou. En dat is heel belangrijk, dat alles voor jou duidelijk is. Maar jongens, jullie hoeven niet op alles antwoord te geven. Als jij zegt van nee, ik wil het liever niet zeggen, dan hoef je het niet te zeggen. Sommige dingen hoeven niet verteld te worden in een relatie. Daar moeten mensen zelf achterkomen. Praten over seks kan je natuurlijk ook leren, om gewoon kleine stapjes te doen. En zo leer je eigenlijk over alles te praten over seks. De volgende aflevering, ik weet nog niet waar het over gaat hebben. Maar als jullie een suggestie hebben, mogen jullie natuurlijk in de reacties zetten. Ik ben natuurlijk nog niet klaar. En zodra het wat makkelijker wordt en je raakt er een beetje aan gewend om met elkaar te praten over seks. Dan gaan jullie elkaar ook meer vertrouwen. En vertrouwen in een relatie is heel erg belangrijk, vind ik hoor. En zodra jullie dan die vertrouwen hebben, en het gaat wat makkelijker met praten, moeten jullie ook zorgen dat jullie van elkaar weten hoe die anderen denken als ze het woord seks horen. Waarschijnlijk is bij de ene is dat alleen de penetratie. En bij de ander is het waarschijnlijk echt het vrije van de piemel in de vagina. En ja, dat dan seks, echt vrije. En de ander is denk ik alleen maar penetratie of misschien wel droog seks. Dat moet jullie heel goed bespreekbaar maken voor jezelf. En tegen elkaar. Want als daar misverstanden over komen, dan hebben jullie al gelijk geen goed gevoel meer met elkaar. Spreek dat wel even voordat jullie iets gaan doen. Gemeenschappelijke seks zou gaan we het nu over hebben. Je hebt bij sommige dingen van seks kan je woorden geven. Noem een ding. Even wachten. Geef samen woorden aan betekenissen voor jullie qua seks. Wel duidelijk is voor jullie beiden. Dus creëer woorden voor bijvoorbeeld doggy stijl. Doe daar bijvoorbeeld schat, ik heb liever nummer 1 in plaats van nummer 2.
Snap je wat ik bedoel? Of, schat, ik heb nu zin in een roomijsje. Dan is het roomijsje, is het woord wat dan normaal gesproken in de sekstaal bijvoorbeeld pijpen is. Schat, ik heb zin om te pijpen. Dan wordt dat dan gezegd. In plaats van dat je dan zegt van, in het openbaar van, schat, ik heb zin om te pijpen, zeg je, schat, ik heb trek in een roomijsje. Dat zijn dan duidelijke woorden en jullie weten zelf alleen wat het woord betekent. En die andere mensen gaan niet raar opkijken naar jullie. Dat is weer heel prettig ook. En zo kunnen jullie ook gewoon in het openbaar spreken over de seks. Niet dat, ja, het is misschien heel moeilijk om in het openbaar te spreken natuurlijk. Maar wat ik al zei, je kan het leren. Ik ben nu op het stukje gekomen, praten over seks. Waarover? Dit ga ik wel voorlezen. Even mijn deur dicht doen. Stel dat mijn ouders binnenkomen. Maar het stukje praten over seks. Waarover? Dit ga ik wel voorlezen. Want dit zijn gewoon goede punten die ze hier stellen in deze lijst. Het zijn 6 punten. Het zijn mijn 6 dingetjes dus. En ik ga er ook nog zelf wat bij vertellen hoor jongens. Punt 1 is... technische onderwerpen, standjes, seks, technieken, antonomie. Antonomie, ik weet ook niet wat het is. Kunnen we misschien de volgende aflevering over spreken? Laat ik even het stukje antonomie even lezen. En dan kan ik jullie vertellen wat het is. Maar dat is een onderwerp waar je het over kan hebben. Dus seksstandjes, sekstechnieken en antonomie. Ja. Verder weet ik niet wat ik erbij moet zeggen. Maar het is wel een goed onderwerp waar je mee kan praten natuurlijk. Want welke standjes zou je leuk vinden? Welke wil je proberen? Sekstechnieken. Heb je al eerder seks gehad? Waar moet je op letten bij de ander? Wat vindt die ander fijn? Wat vindt die ander niet fijn? Zijn de sekstechnieken. En zijwaarts of de buik of... Het zijn verschillende soorten manieren hoe je seks kan hebben. Jouw erotische zone. Bespreek dat. Wat vind jij een prettige plek om geil te worden? Laat ik het zo zeggen. Wat is jouw ultieme plekje op je lichaam dat jij zo lekker vindt dat je daar geil van wordt? Bespreek dat ook. Zo kan je elkaar ook helpen met... opbinden en het voorbereiden voor de seks. Het is ook belangrijk dat mensen weten waar jouw ultieme plekjes zitten. Maar je hoeft ze niet allemaal prijs te geven. Dat is het leuke van de seks. Meestal zijn mannen en vrouwen die zoeken meestal wel de ultieme plekjes op. En dat komt ook wel goed. Maar als je zegt van goh, ik heb liever niet dat je daar en daar zit, dan moet je dat ook bespreken natuurlijk, als je dat minder fijn vindt. Beetjes, bijvoorbeeld over borsten, sperma of over orgasme. Daar kan je natuurlijk ook over praten, dat je gewoon beetjes hebt die misschien de ander niet weet. Vertel ze gewoon, maakt niet uit. De ander steekt daar ook van op en zo leer je elkaar gewoon heel goed kennen. Als je gewoon dat soort dingen ook weet en zo. Fantasieën. Wat wil jij graag? Spreek even wat zijn fantasieën. Ga je liever seksen met handboeien om? Of zit je liever vastgeketend? Of heb je toch heel sfeervol? Of liever SM? Of gaat zomaar door. Wat zijn jouw wildste seksfantasieën? Als je dat ook durft te bespreken. Het zou zo tof zijn. Dat je dat gewoon met elkaar bespreekt. Dan weet de ander ook hoe jij over seks denkt. Even kijken. Ja, we hebben het ook al besproken. De grenzen aangeven. Wat wil jij niet? Wat wil jij wel? Tot hoe ver mag je gaan? Zijn er dingen die je absoluut niet wil doen? Zijn er dingen die niet in je mond willen komen, wilt hebben? Of ga zomaar door. Bespreek dat wel voordat je begint. Dat is heel belangrijk voor het zelfvertrouwen. Veilig vrijen. En hoe dit
en hoe dit te organiseren. Ja, veilig vrijen natuurlijk, daar ben ik een voorstander voor. Ik ben niet een liefhebber voor condooms, dat zeg ik heel eerlijk. Ik hou niet van een condoom, dat vind ik minder intiem dan zonder condoom. Dat vind ik veel ultiemer, dat vind ik veel lekkerder. Maar dat is niet veilig. Je kan het wel zo veilig mogelijk maken. Als jij zeker weet dat je partner geen SOA's hebt en jij hebt ook geen SOA's, slik de pil. En zorg ervoor, ja, slik de pil. Ja, ik kan niet aanraden om geen condoom te gaan gebruiken, want je moet wel een condoom eigenlijk gebruiken als je nog heel jong bent. Als je wat ouder bent, of je hebt een voorboedsmiddel zoals de prikpil, of een spiraaltje, of de pil zelf, of pleisterpillen. Ga zo maar door. Je hebt een ander voorboedsmiddel, of je bent ouder, volwassen. De man die is bijvoorbeeld gesteriliseerd. Dan is het geen probleem om zonder condoom te vrijen. Ja, met een spiraaltje en met de pil en prikpil en dat soort dingen heb je nog wel een kans om zwanger te worden. Maar die kans is 1%. En als jij, net zoals wat ik heb, toch prettiger vindt om zonder condoom te vrijen, zorg ervoor dat jullie allebei een SOA-test hebben gedaan. En zorg ervoor dat één iemand veilig is. Of de vrouw nog, dat hij niet zwanger kan raken. Of de man, dat hij geen zaad meer kan lozen. Wel sperma, maar zonder zaadloos sperma. Laat ik het zo zeggen. Ja. Praat na. Tijdens of voor de seks. Voor of tijdens de seks. Praten is sowieso heel belangrijk bij seks. Al doe je het ervoor, al doe je het na. Eén ding zou ik je aanraden. Doe het niet tijdens de seks om te praten. Dat heeft geen nut. Het werkt niet. Bladibla. Je moet niet de seks elke keer blijven prijzen van dat was goed, dat was goed, dat was goed. Of dat was slecht, dat kan je beter doen de volgende keer. Moet je niet doen. Worden jullie allebei ook heel erg onzeker over. Lichaamstaal is trouwens ook heel belangrijk. Let op je partner. Of diegene zin heeft om te vrijen. Of niet. Als je elkaar heel goed kent, door en door. Dan weet je precies welk lichaamstaal bij wat hoort. Dat heb ik ook gehad. Alleen, het heeft nog geen... Had nog niet echt een klik om te zeggen van... Oh kijk, hij ziet dat, dus er gebeurt dat. Nee, het was... Hij ziet dat en er gebeurt iets heel wat anders wat ik wil. Dat gebeurt ook. Maar dat kan je ook eens spreken van... Goh, ik had liever dat... Puntje gedaan, je had gedaan, bijvoorbeeld. Als je dan zegt van... Hé, schat. Als je dat doet... Voor mij is dat duidelijk. Een beetje je wenkbrauwen omhoog doen en een beetje zwoel kijken. Dat is mijn ultieme ding dat ik denk van... Ja, kom maar. Zin. Weet je? Maar je moet zelf je lichaamstaal kennen. En die andere, je partner moet wel leren om je lichaamstaal te begrijpen. Jij moet ook jij moet het ook leren. Want je moet niet denken dat alleen... De man lichaamstaal moet gaan leren begrijpen. Nee, de vrouw moet ook lichaamstaal begrijpen. Want sommige mannen vinden het heerlijk om gepijpt te worden. Alleen hebben ze daar een speciale blik voor of iets. Ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Want elke man en elke vrouw heeft zijn eigen blik om dingen te bespreken. Of hoe noem je dat? Te verwoorden. Dat was een beetje dat napraten voor of na de seks. Nu is het, hoe kwets je de ander niet? Jij wilt zeg maar gaan praten over wat jij verlangt van de ander. Maar je moet wel bij zeggen van, goh, het was niet fout wat je doet. Het is niet verkeerd wat je doet. Het is ook fijn om te weten waarom die ander dat wil. Bespreek dat gewoon samen, gezellig met z'n tweetjes, onder een filmpje of zo, of zet muziek aan. Ga hangen op je bed, maar probeer het wel binnen het huis te doen. Dat is wel prettiger om
als jullie zijn hebben gepraat en er gebeurt wat, je niet buiten bent, maar wel binnen. Ja, je moet gewoon proberen om niet die anderen te kwetsen. Je moet niet de indruk maken dat, hoe zeg je dat, dat die het ander het fout doet. Want er is geen goed of fout bij seks. Iedereen heeft zijn eigen manier hoe die wilt vrijen. En die vrijheid van seks vind ik ook heerlijk hoor. Als jij zegt van, goh, ik heb liever dat en dat. En die ander zegt van, goh, het zou wel een keer kunnen dat we dat kunnen proberen. Maar minder agressief of minder te romantisch of minder voorspel. Dan is er geen goed of fout. Dan zeg je gewoon van, goh, ik wil het proberen. Maar ik wil wat minder dan wat jij zou willen. Het is niet fout. Als je degene wil proberen, of jij wil het proberen. Dus dat geef je ook aan van, goh, leuk idee. Maar dan zeg je wel van, goh, wel minder. Dan geef je niet aan van, goh, het is fout, ik wil dat helemaal niet. Want je moet niet de ander kwetsen qua seksgebied. Want als je de ene, als je je partner kwetst, dan heb je al een vrij snel kans dat je minder vaak seks zou hebben dan als je degene niet kwetst. Even kijken. Ja, onduidelijkheden. Ook een hele belangrijke. Als jouw partner of je lief of weet ik veel wat, ja, onduidelijk is over seks of hij negeert het praten, dan is misschien de tijd nog niet helemaal rijp om het erover te hebben. Of ja, of je begrijpt hem niet. Vraag het gewoon nog een keer, hè. Vragen mag altijd. Als je zegt van, goh, zou je willen, bijvoorbeeld een jongen doet dat, zeg maar. Zou je willen, en je zegt van, wat bedoel je? Zou je me willen pijpen? Dan zegt hij waarschijnlijk van, zou je me willen aftrekken of pijpen of klaartrekken of... Dan maakt hij het wel duidelijker. Als jij het niet begrijpt, het maakt niet uit, hè. De weg naar Rome en Parijs is ook niet in één dag gebouwd. Jullie moeten elkaar gewoon leren vertrouwen in dit onderwerp. Het begrijpen is niet zo heel erg. Als je elkaar niet gelijk begrijpt, dat gebeurt veel later pas. Maar als je elkaar niet begrijpt, vraag het gewoon. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. Misschien luisteren, want ja, het gebeurt niet veel. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken of het luisteren van deze video. Vergeet niet te liken als je dit een goede informatieke video vindt. Dat ik het goed verwoord heb in jullie taal. Want ja, die website heeft best nog wel hele moeilijke woorden. En abonneer me natuurlijk voor meer als jullie meer sekspraat willen zien op mijn kanaal. Noem me even abonneren hier beneden. En dan komt er de volgende keer een nieuwe sekspraat. Heb jij trouwens een leuk idee? Of heb jij een vraag die beantwoord moet worden in anoniem sekspraat? Want ik ga ook anonieme mailtjes beantwoorden. Staat een mailtje hier beneden in de beschrijving. Stuur daar een mailtje naar. Van, goh, Rosita, ik heb dit en dit pro-seksprobleem. Ik wil wel anoniem blijven. Het is voor sekspraat of seks anoniem. Weet je, ik ga die serie seks anoniem noemen. Ik heb gewoon een vraag voor seks anoniem. Wil je behandelen in een video? Dan ga ik jou behandelen in een video. Anoniem natuurlijk. We willen niet dat mensen weten dat jij het bent. Dus de serie waar ik jullie problemen mee oplos is seks anoniem. En deze serie heet dus sekspraat. Dat is lekker duidelijk. Ook voor mij hoor. Ga ik het even opschrijven. Dat is ook een lekker duidelijke titel. In ieder geval, jullie bedanken voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, abonneer voor me hier beneden. Mail staat in de beschrijving als je een vraag hebt over seks voor seks anoniem. En zie je bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Later mensen.